Beste kijkers, fijn dat u ons heeft gevonden. Hartelijk welkom. Het wordt steeds belangrijker, de lokale politiek. Daarom zijn wij, onpartijdig en politiek correct, blij dat wij hier drie fractievoorzitters hebben van de lokale partijen, van de partijen in Hardenberg. En die zo genereus waren om hier bij ons in de uitzending te komen. En ik wil ze graag even aan u voorstellen. Ik heb hier aan de rechterzijde van mij zitten meneer Bert Gelling van de VVD. Links van mij zit mevrouw Anne van der Hoek. En zoals het natuurlijk hoort in het midden, meneer Martijn Breukelman van het CDA. Mevrouw, mijn heren, hartelijk welkom. Ja. Goh, ja, ik was gisteren bij jullie in de raad en daar ging het wel eventjes heftig eraan toe. Het clashte behoorlijk en ja, ik schrok ook wel een beetje, want ik denk, ja, gaan wij nu toch een fusie met Ommen krijgen? En wat was er precies aan de hand, meneer Breukelman? Ja, er was niet zo heel veel aan de hand. We hadden een bestuurlijk manifest voorliggen, waarin je op een aantal beleidsterreinen, waarin de twee gemeenten de gelijke voorstellen voorstaan tot betere samenwerking komt. Mm-hmm. Alleen dat werd door sommigen getorpedeerd als een eerste aanzet tot een bestuurlijk fusie. Was die oude samenwerking niet goed dan of zo? Of, Ja, maar zoals we weten hebben we natuurlijk de ambtenaren samengevoegd in één bestuursdienst. Ja. En we denken dat dat nog wat meer voordeel uit te halen is. Maar nu dacht u ook van nou laten we het ook zeg maar bestuurlijk bij samen met elkaar voegen? Nee, ja, die titel is misschien wat... Ja. Ja, kijk, dat intrigeert onze kijkers natuurlijk nee, wel. Nee, het gaat alleen om te kijken op bepaalde beleidsterreinen waar we hetzelfde over denken, om daar ook naar de raden met dezelfde voorstellen te komen. Mevrouw van der Hoek, klopt dat een beetje? Of, ik denk dat het heel goed is wat u net zegt. Dat is nou juist de spraakverwarringen. Ja. Dan ga je het hebben over een intensivering van de samenwerking die je al hebt, wat ambtenaren al doen. En ga je dan op beleidsniveau een coalitie, zoals burgemeester Snijders dat gisteravond zei, verdiepen en verbreden, want daar komt het dan op neer. Of is dit een eerste stap nog dichter bij een mogelijke fusie? Nou, als je die spraakverwarring hebt, ja, dan kunnen emoties hoog oplopen. En het is allemaal bij ons bekend dat op koerspunt nu natuurlijk pertinent tegenstander is. Dus het is relatief gezien helder wat we gisteren moesten doen. Hè? En toch... is de voorbode naar de toekomst toe lijkt dan een soort zwaard van Damocles. We moeten gaan fuseren. En dat is nu helemaal nog niet aan de orde als je gaat verkennen. Nee, vond u het ook zo helder, meneer Gelling? Of, Nou, ik vond het een, wat merkwaardig stuk. Ik las het stuk en ik denk, ja, wat moet je hier nou mee? Hè? Wat is nou de opzet daarvan? Wat mij te meer verbaasde is dat uit dit stuk op mij althans geen enkele indicatie terecht kwam dat dat bedoeld was als een voorbereiding op een fusie. Mm-hmm. En dat daar dan wel een handvat gezocht wordt om dat onderwerp op dat moment ter sprake te brengen, vind ik heel raar. En waarom? Want je weet, bij VVD zijn natuurlijk voor de fusie slechts en alleen al omdat dat gewoon praktische voordelen heeft. Het is heel raar, laat ik even een zijsprongetje maken, ik vind het heel raar om de werkapparaten samen te voegen, maar dan wel twee directies te houden. Die twee kapiteins op één boot, zegt u eigenlijk. Dat zou volgens mij echt niemand in het dagelijks leven bedenken. Dat kan alleen kennelijk als het over gemeente of overheidszaken gaat. Maar goed, dat is mijn mening. Maar dat was gisteren niet aan de orde. Want wat ik daarbij vind, is dat je, als je überhaupt vindt dat je iets samen moet doen, dat je daar wel heel zorgvuldig in bent en dat je niet op een ongepast moment, dat vond ik het gisteren namelijk, zomaar ineens weer iedere manifest aangrijpt om maar weer eens de discussie te starten over het al dan niet samengaan. Te meer omdat wij ook natuurlijk weten dat in Ommen, een week daarvoor, nogal duidelijke uitspraken waren in die richting, waarbij de burgemeester zelfs heeft moeten beloven dat het woord herindeling het komende jaar niet meer in de mond zou worden genomen. Nou is die burgemeester van hun, die is al tijdelijk, hè? Dus en dan krijg je zo'n, ja, hoe noemden ze het, protocol, manifest, goed, dat was het. Kijk, ik begrijp mij toe, dat er weer zijn, dat natuurlijk een logische stap is, daar hoeven we, dat is... Maar kan je ook niet gewoon een evaluatie maken dan, meneer Brokkerman? Dat is natuurlijk al geweest, hè, zo'n manifest. Huh? Maar wij waren zelf vanuit de fractie, je gaat eerst een manifest met groot bombarie, persbericht ga je eruit sturen. Vervolgens achteraan komt de raad die dan daar een commitment aan moet geven. Volgens mij was dat het punt van mevrouw Juling heel duidelijk, dat had misschien anders omgemoeten.
Het liep wel enigszins uit de hand in die spraakverwarringen. Van wat betekent dat dan? Wat is dan het proces? En ik denk dat we uiteindelijk er wel goed uit zijn gekomen dat het over een samenwerkingsverhaal gaat. Waarbij fusie nog helemaal niet als stip aan de orde wordt gezien. Nee, maar kijk, het is natuurlijk ook wel vanuit college misschien wel logisch. Hè? Je hebt een evaluatie van de bestuursdienst gehad. Het is ook hartstikke helder dat het op dit moment absoluut geen draagvlak is voor fusie of herindeling. Mm-hmm. Dat is vorige week ook gebleken in Ommen en Harderberg, is ook niet iedereen daarvoor. Ja, dan snap ik het wel dat je op bepaalde punten toch wat voordelen nog probeert te halen, die samenwerking. Dus toch, het was gewoon een geen luchtballonnetje? Of, als ik dat mag aanvullen, want daar heb je helemaal gelijk in. Alleen was dit manifest niet het handvat om deze discussie te gebruiken. Nee, daar ben ik absoluut mee eens. Wat ik namelijk heel fascinerend vond en ook heel goed, is dat onze burgemeester aangaf. En dat vind ik een hele moderne en voor mij aansprekende manier van bestuur. Hij zei van, wij gaan natuurlijk de hele dag voortdurend allerlei coalities aan. Ja. Dan met Koevoorde, dan met hier, dan daar. Weet je, dat vind ik, en dat was het manifest volgens mij, waarin je heel duidelijk zegt, we hebben een link met Ommen omdat we die bestuursdienst hebben, maar dat heeft niets te maken met de herindeling, dat heeft alleen maar mee te maken dat we, wat Martijn zei, twee onderwerpen uitzoeken waar we elkaar op gaan versterken, maar zo versterken we elkaar ook richting Koevoorde, naar Zwolle enzovoort. En dat is iets waar wij veel meer, en dat vond ik jammer gisteren, want wij zouden daar eigenlijk op hebben moeten inhaken en terecht dat je daar complimenten voor gaf, want dat is wat er moet gebeuren. Wij moeten niet zo vastzitten aan, we hebben nu eenmaal dit, dan gaan we ook dat. Wij zijn in Hardenberg heel erg afhankelijk. Dus iedereen in Ommen en Hardenberg kan gewoon gerust gaan slapen, want we blijven nog twee autonome gemeentes. Ja, dat is wel heel makkelijk. Nu doe je, en ik begrijp je, je maakt er een constatering van die wij niet hebben gevoed hier. Ik vind het niet zo van belang. Natuurlijk vind ik dat het uiteindelijk een keer zou moeten gebeuren omdat het effectief is. Ja. Maar wat ik veel prettiger vond gisteren, en daar had ik echt een oprecht goed gevoel bij, is dat het college aangeeft, joh, wij zijn bezig om over onze, noem het over de schaduw heen te stappen, wij zijn bezig om niet te kijken naar beperkingen, maar wij kijken naar met wie kunnen we concessies aangaan waar we uiteindelijk beter van worden. Dat vond ik toegevoegde waarde. Nee. Nou ja, en wat maar als ik even mag, het is natuurlijk niet alleen maar een samenwerking die goed uitkomt, het is wel een veel diepere manier van samenwerken, waarbij die efficiëntieslag van de BOH daarmee nog meer vergroot wordt. Ambtenaren reizen nu heen en weer tussen Om en Hardenberg. Dat is niet de meest efficiënte manier, zeker niet als je wilt gaan bezuinigen, want die tijd zit er ook in. Er zit een dubbeling in handelingen die zij moeten doen. Het is niet zomaar een coalitie sluiten voor tijdelijk gewinnen. Het is veel dieper. Daar heb je helemaal gelijk. Maar dat en dat is wel belangrijk die spraakverwarring dan heb je komt. Maar wat ik echt, en ik wil het echt onderstrepen, wat mij een zegen zou zijn, is als wij inderdaad gaan zeggen, dat zal het maar wel, we hebben die BOH en weet je, daar kun je natuurlijk, daar kun je 100 adviesbureaus loslaten, dat zal ongetwijfeld beter kunnen, maar dat hebben we, daar doen we het mee. Ja. Maar wat ik heel prettig vond, en dat vond ik echt gisteren, dat vond ik een eye-opener die ik niet uit het stuk haalde, maar wel heel prettig vond, is wij gaan vanuit Hardenberg onze vleugels uitslaan. We hebben geluk gehad, je zult er nog op terugkomen zo meteen, met de infrastructuur, hè, dat lijkt nu toch ons kant op te vallen. Dat is gelukt en dat is alleen maar gelukt omdat wij nu mensen hebben zitten daar en dat doen ze goed. Ik vind dat onze burgemeester dat goed doet. Wethouders doen dat goed. We zijn nu eindelijk bezig om te zeggen van, maar het gaat niet om alleen ons. Het gaat erom dat wij het hele gebied ontsluiten en dat we daar waar we kunnen, ook naar Drenthe gaan, ook naar Koevoorde, ook de 34 meepakken zometeen. Ja. Want dat is voor ons. Want u had toen u begon de avond, meneer Breukeman, met ik heb goed nieuws vanuit de Provinciale Staten. En dat is eigenlijk ook waar meneer Gelling een beetje aan refereerde. En misschien dat u dat voor de kijkers ook nog even kunt aangeven. Nou ja, kijk, het goede nieuws dat bereikt ons vorige week al wel een beetje. We hadden toch wel de behoefte om ook onze waardering even uit te spreken voor de externe belangbehartigers die we daarvan opzetten. Dan hebben we het over de streekfunctie van Hardenbergen, die mogelijkheden geeft voor woningbouw, werkgelegenheid, bedrijfterrein, dat soort zaken. En over de N340 en de 377. Die blijven gewoon bestaan. Die blijven bestaan. De knooppunt vast, wordt er iets verbeterd en bij Bouwbrug komt er een onderdoorgang. Toch weer? Ja. Ja, want dat is een beetje de slinger van de klok. Hè? Dat is heel lang een beetje in het midden gebleven, maar die hamer is wel definitief gevallen nu. Ja. En de overgang bij het Drochteropslagen, daar wordt helemaal niks aan gedaan? Of, ik zag in de stuk van de provincie dat die in een aanvullijst staat, dat als in de aanbesteding gelden overblijven, dat
Daar stond hij wel redelijk bovenin trouwens, maar goed, dat is de vraag wat daar dan mee gebeurt. Maar dat is een beetje Russisch roulette, als je daar oversteekt. Daar zijn in de eerste aanzet geen middelen voor gereserveerd. Nee. Oké, maar in tweede instantie zou dat nog kunnen komen met diezelfde inzet die u en uw partijgenoten hebben getoond, ook in de Provinciale Staten? Ik denk dat we eerst af moeten wachten wat deze investeringen ons brengen. Dan gaan we verder kijken. Goed, en we hebben de ervaring dat Provinciale Staten niet heel erg goed is in begrotingen maken als het gaat over dit stukje infrastructuur. Oké. Maar wat is nou zo'n streekfunctie? Wat is daar zo belangrijk aan? Ik bedoel, wij bestaan toch gewoon? Wat maakt het dan uit? Nou, die titel streekfunctie is niet alleen de titel. Nee. Het biedt je ook mogelijkheden om te bouwen voor regionale woningbehoeften. Mm-hmm. En ook voor de bedrijvigheid. Mm. Dat is wel degelijk voor belang van Hardenberg. Oké. En wij houden dus die streekfunctie. Dus we houden die streekfunctie. Voor bedrijfsniveau. Voor hoe lang blijft dat dan nu? Of is dat iedere keer weer de dobbelsteen? Of nee, daar zit geen periode in of zo. We hebben hem de afgelopen 15 jaar gehad. Maar hoe kwam die in hemelsnaam dan op de agenda ineens? In het stuk visie omgevingsvisie van gedeputeerde staten. Mm-hmm. Daar was meer gecentreerd rondom wat grotere gebieden. Almelo XL bijvoorbeeld. En daar was Hardenberg dus uitgevallen. Ja, en een aanvulling erop. Wat ik interessant vind nu, de laatste jaren, is dat wij vanuit Hardenberg een hoop mensen hebben in de provincie. We hebben de lijnen, vind ik nu, heel prettig liggen. Vanuit iedere partij ongeveer hebben we daar toch een vertegenwoordiger. Ja. En ik vind dat je merkt dat in ieder geval de discussie verbetert. Hè, dat het mogelijkheden schept ook om iets te vinden. En ik vind dat wij ook daar ons best voor gedaan hebben, allemaal, om dat collectief. En dan heb je gisteren ook, dus niet alleen de politiek, maar ook alle plaatselijke belangen en buurtbetrokkenen. Maar ook bedrijven die ingesproken hebben. Ja, ik vind dat we als NBG dus weer ook daar echt een terechte pluim. Ik vind dat we daar als gemeente, als omgeving, want Omme deed ook ermee. Maar daar begon ik mijn inleiding ook mee. Hè? Dat, kijk, de gemeentepolitiek die wordt natuurlijk ook steeds belangrijker. Hè? Je krijgt steeds meer dat participatiemaatschappij, participatiewet. Hè. Er wordt steeds meer uitvoer in feite bij de gemeente neergelegd. Dus dan is het ook belangrijk dat je in feite daar een belangrijke rol in blijft spelen. Ja, dat ben ik met je eens. Maar wat ik probeerde aan te geven is dat het niet alleen is dat we lokaal heel veel vinden en elkaar de vliegen aflopen vangen, maar dat je ook soms, en dat is toch weer ook het verlengde van wat ik net aangaf, ter zake van die concties en coalities, dat je ook gewoon, en daar heeft Martijn ook als voorzitter van het presidium een voortrekkersrol in genomen, dat je zegt van mezelf, laten we nou los van lokale zaken, laat nou iedereen zijn vertegenwoordigers aanspreken in de provincie en probeer ervoor te zorgen dat we het gewoon geregeld krijgen. En daar is collectief en daar is constructief en inhoudelijk enorm goed uitvoering aan gegeven. Maar ook binnen de gemeenteraad, want u had er in het verleden wel eens wat moeite mee. Ik heb u wel eens horen zeggen, het is altijd wij en zij. Dat vind ik nog steeds. Kijk, ik zei het tegen Martijn. En Martijn is natuurlijk meesterlijk erin om ons wel de ruimte te geven om mee te doen met zijn plannen. Is dat zo, Martijn? En daar ben ik natuurlijk. Die mening deel ik niet, hoor. Ja, dat is onzin. Dat is absoluut zo. Zo werkt de politiek. Iedereen heeft zijn mening over de Hardenbergse samenleving. En je probeert daar coalities in te vinden. Ja, het is niet anders. Ja, de democratie is toch ook, meneer Breukeman, dat je met elkaar overlegt. En eigenlijk bij meneer Breukeman niet. Zeker. Maar het beste van iedereen zoekt. Ik heb de heer Gelling meermaals uitgenodigd om om mee te doen met zijn plannen. Om mee te doen met onze plannen, maar dat lukte niet. Nee, en hoe kwam niet, dat dan, meneer Gelling? Waren die plannen ik vind die nuance heel erg interessant. Hè. Wat er gebeurt, is dan natuurlijk, en daar vind ik dat toch even wat je begint er zelf over. Ja. Kijk, in Hardenberg is natuurlijk al, ik weet niet hoe lang, maar volgens mij zolang zelfs de oudste Hardenberger zich kan herinneren, is er al een coalitie van CDA, ChristenUnie, Partij van Hardenberg, en heeft de VVD een keer aan meegedaan. Maar die hoek, die confessionele hoek, is natuurlijk afgetimmerd. Ja. En wat er nu gebeurt, en dat vind ik wel op zich heel boeiend hoor, is dat wat Martijn zelf aangeeft, is van we maken een plan. Hè, ik chargeer nu wat. En nou ja, weet je, als je daar mee wil doen, dan ben je daar van harte in uitgenodigd. Ja. En dan mag je wel een keer een punt of een komma ergens zetten. Welke president zei dat ook weer niet voor mij? Wie niet voor mij is, is tegen mij. Ja, ik weet niet wat ik mee wil. Maar desalniettemin, dus laat dat zo zijn. Maar wat ik heel leuk vind, wat ik net bedoelde, is dan als het toch erop aangaat dat als wij als Hardenbergers collectief ergens een vuist moeten maken naar een provincie, maar ook geloof ik zelfs als we dat naar het landelijke politiek zouden moeten doen,
dan gebeurt het wel. Weet je? En dat vind ik wel heel fascinerend. Nou, het is leuk dat u het over die landelijke politiek hebt, want dat wou ik ook met mevrouw Van der Hoek. Laatst was die landelijke politiek, die had wat discussie over de aanstaande verkiezingen. En ja, welke verkiezingen bedoel je? De verkiezingen over het referendum. Het referendum. Dat is een verkiezing. Je mag kiezen voor ja of voor nee. Ja. He, of je mag kiezen voor, hoe zei meneer Lubach dat ook weer, van nee, ik doe niet mee of ik wil wel mee. Dat... Ja, via de blanco ja. stemmen. Via de blanco stemmen. Ja, goed. Maar als je blanco stemt, dan stem je wel mee of niet. Ja, het is heel ingewikkeld. Maar hoe zit het in Hardenberg met die stembureaus? Is dat inderdaad wat wij ons ook gaan... Nou, er was natuurlijk een beetje zorg over dat er minder stembureaus open zouden zijn. En dat er dus minder gelegenheid zou zijn om ook in de kleine plaats die stemmen uit te kunnen brengen. Er is vanuit het Rijk natuurlijk ontzettend veel geld in dit hele referendum gepompt. In het VNG konden we 2 maanden geleden is dat er wederom 30 miljoen extra, meen ik, weer ter beschikking is gesteld. En in Hardenberg betekent dat wij net zoveel stembureaus hebben als bij reguliere verkiezingen. Dus wij zijn in deze eigenlijk de positieve uitzondering? Nou, dat weet ik niet. Ik denk ik hoor dat het over... Dat er landelijk zeg maar zo'n 30% minder zijn. Dus ja, maar ja, landelijk hebben we het dan over Amsterdam die dan... Over het land hebben we het dan, hè? Dat, ja, maar ze verwachten natuurlijk ook een andere opkomst. Dus, ik zag veel wat meegooien. Ik kwam niet, met het, niet verder dan in 25 gemeenten bij mij waar het iets minder was. Ja, goed, ik richt me dan maar wat op de media publiceren. Dus dan denk ik, een kern van waarheid in zitten. Hè? Ja, een klein stukje kern dan. Ja. Ik hoop wel dat de mensen komen stemmen. Al was het alleen maar voor de mensen, ik zit zelf dan op stembureau, het gemeente, dat die mensen overdag nog wat te doen hebben. Ja. Ja. En wat is uw eigen mening daarover? Over dat verdrag met de Oekraïne? Ja, ik denk dat ik er toch wel toch voorstander van ben. Ondanks dat je toch... Kijk, de geopolitieke spanningen spelen natuurlijk ook mee. Daar moet ik me nog eens goed over nadenken. Dus bent nog een beetje een zwevende kiezer? Of, licht zwevend, ja. Licht zwevend. Is dat bij u ook zo, mevrouw Van der Hoek? Nee, ik denk dat het heel goed is dat een referendum plaatsvindt. Ik hoop dan ook dat de Tweede Kamer daar gehoor aan geeft wat de uitslag is. Daar heb ik overigens wel de grootste twijfels over als dat bij een zwevende kiezer zou maken. Ik denk dat het belangrijk is dat als we in Europa willen komen tot een bepaalde rust binnen de geopolitiek, je ook de zwakkeren mee moet willen nemen. Mm-hmm. Zeker als het gaat over economische ontwikkeling en banden die je aantrekt. En voor GroenLinks is het helder dat het ons niet gaat over toetreden van binnen de EU, maar dat je wel een financieel-economische liaison aangaat, waarbij je natuurlijk dat stukje van Rusland niet loslaat en in zijn eigen sop gaar laat koken. Dus u zegt, omdat het eigenlijk een wat zwakker land is, dan bijvoorbeeld als we het dan hebben over het verdrag met Amerika, de TTIP, hè, dan zegt u van, daar ben ik dan wat minder voor. Daar zijn we pertinent op tegen, ja. Want dat maakt alles vrij. En hoe liberaal ik persoonlijk ook mag zijn, dat gaat me ook te ver. Want dat zou kunnen dat opeens hele grote multinationals... eigenlijk gaan bepalen hoe we überhaupt iets moeten doen, dus of dat zo moet. Maar goed, ook het associatieverdrag kent van mij 380 pagina's. En ik mag graag punten en komma's weten, maar dat wil ik nog even... Nou, u hebt nog een hele maand goed om het door te lezen, hè? Dat, dus even onder het hoofdkussen leggen en dan... Nee, het biedt in ieder geval Oekraïne de kans om met de rijke grondstoffen die zij hebben in de handelsovereenkomst en de mogelijkheden die dat geeft, in ieder geval... Wat voor grondstoffen zijn dat dan? Ze hebben natuurlijk gas. Gas, ja. Gas en olie. Moeten we juist niet wat meer die fossiele brandstoffen gaan beperken? Nou ja, dit kan ook maken dat zo'n land zijn eigen broek kan leren ophouden. Ja. En wel degelijk een gelijkwaardige partner zou kunnen worden. Dus uitsluiting op basis van de geografische locatie is niet altijd wenselijk. En hoe ligt dat bij de VVD, meneer Gelling? Nou, dat weet ik niet. Ik heb geen idee wat de VVD ervan vindt. Maar ik schrijf daar wat ik ervan vind. Dat is misschien ook wel interessant. Ja, ik vind dit echt zo'n wanstaltige uitvoering van het democratisch proces, dat ik ook grote moeite heb om iets te vinden over het associatieverdrag, maar veel meer vind van de meneer met zijn zeemanspetje op, die dit... Meneer Roos bedoelt u? Ik weet niet hoe die heet. Meneer Jan Roos. Ik vind daadwerkelijk, ik heb nog wel eens met enig meesmuilend genoegen naar hem gekeken als hij iemand achtervolgde in de Tweede Kamer. Maar
ik vind het echt een uitspatting. Ik vind het werkelijk absurd. Ik begrijp dat er een enquête gehouden moet kunnen worden. Ik begrijp dat je een referendum moet kunnen houden. Okay. Ik begrijp dat er heel veel middelen zijn die de burger moet kunnen aanwenden om zijn invloed te doen laten gelden. Maar ik vind het associatieverdrag van Oekraïne daar echt het slechtste voorbeeld van om daar iets van te vinden. Los van geopolitieke verhoudingen en wie het allemaal mee schoffeert en wat je dan mee doet. Maar wat ik echt een monsterlijk idee vind, is dat iemand begint met een grapje in het café, een zeemanspetje opzet, een roze limousine huurt en daarmee een Facebookpagina opent waar ik een uitdraai kan maken en dan dus voor miljoenen aan kosten gaat maken. Want echt, het is niemand geïnteresseerd in dit associatieverdrag. Dit wordt een politiek verhaal van ben ik voor, nou ja, voor van alles of ben ik tegen van alles. Dus het zou mij een lieve deugd zijn geweest als iemand hem dat petje had afgenomen en had gezegd van nou Jan, ga andere dingen doen. Want dit is niet de juiste weg. Maar nou we het toch over de democratie hebben, mevrouw Van Hoek. U had vorig jaar iets over de kindergemeenteraad. En dat vond u wel belangrijk. En daar heeft u ook een motie over ingediend. En dat zou volgens u meer hout snijden om zoiets in te stellen? Nee. Kijk, we hebben het er steeds over, en dat geldt voor alle politieke partijen, dat we steeds minder betrokkenheid van burgers, alsof wij opeens geen burgers meer zijn als je in de politiek zit. Ja. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat als je betrokkenheid wil en kennis en interesse wilt ontwikkelen, dat je dat zo jong mogelijk moet doen. Mm-hmm. En hoe leuk is het wanneer je ook dat wat ze bedenken serieus genoeg neemt om daar naar te luisteren, de moeite voor te nemen om te kijken of het uitvoerbaar is. Wat moet dat dan kosten, zoiets? Ja, weet je, we hebben in de raad natuurlijk binnen die motie over gehad. We hebben een bedrag genoemd, maar daar gaat het helemaal niet over. Okay. Op het moment dat je nu in de betrokkenheid van het bestuur zegt van ja, we zitten in transformatie, we zitten in participatie, zei je net ook. Ja. En je moet op een andere manier en creatief gaan samenwerken, of dat nou op hoog bestuurlijk niveau is of inderdaad op een kleinschalig, minuscuul niveau gaat hebben over mee kunnen denken en mee kunnen praten over je eigen wereld. Mm-hmm. En je kunt kijken naar natuurmiddelen zonder dat het nou direct een kassabonnetje oplevert. Want dat is wat natuurlijk de burgemeester heeft toegezegd om te kijken of het al kan met de bestaande mogelijkheden die we hebben. Zodat we niet in de begrotingsdoctrine verhaal wederom terecht hoeven te komen. Maar die creativiteit. Maar het zijn eigenlijk wat meneer Gelling ook al een paar keer in de raad aangaf. Hij mag me corrigeren als ik het verkeerd zeg. Het zijn allemaal die kleine dingen die eigenlijk constant op die begroting drukken. Ja, en dit zou relatief. Ik denk zelfs dat het helemaal geen letterlijke knikker zou hoeven te kosten. Omdat? Omdat ik denk dat er heel veel subsidies al worden gegeven aan organisaties die dit zouden kunnen oppakken. Waarbij de gemeente zou kunnen zeggen, pak dit op, neem dit onder de arm. Oh, het zou en doe onder de mee. Evenementensubsidie kunnen het vallen. Het zou kunnen. Ja. Sommige dingen passen onder een evenement. Sommige dingen passen in onderwijs. Sommige dingen passen. Het is wel een klein evenement, dat scheelt. Ja, absoluut. En als je dan dus die creativiteit die dit vraagt, om eens op een ander niveau te benaderen dan of we stemmers gaan halen, maar dit zijn wel de mensen van de toekomst. Ja, en daar bent u wel van overtuigd. Dat u zegt van nou, je moet dat eigenlijk van kinds af aan kweken, die belangstelling. Ja, maar dat geldt ook over gezonde levensstijl, gezonde keuzes, leren omgaan met vrijheid, met oorlog. Dat begint allemaal net als en hoe heeft de raad daarin besloten? Gaat dat gebeuren? Ja, iedereen vond het heel sympathiek, tot meneer Gelling aan toe. We zijn unaniem, hebben dit gedaan. Ja. Maar hij zit nu af en toe een beetje zo schamper te doen. Dat, uiteindelijk is natuurlijk ook meneer Gelling ik vond het een heel sympathiek idee. U vond het een sympathiek idee. Dus uw kinderen gaan ook naar de... Als ik kinderen had gehad, dan waren ze zeker naar de jeugdkinderraad van mevrouw Van Hoek gegaan. Oké, nou goed. Ja. Wij maken het gemiddelde bij ons thuis meer dan goed met vier kinderen. U had het net ook over die participatiemaatschappij en de participatiewet. Hè, dat de participatiemaatschappij, dat wil eigenlijk zeggen dat we gewoon met elkaar de schouders eronder zetten. Ja, maar ik vind wel dat je dan wel een onderscheid moet maken tussen de participatiewet en de participatiemaatschappij. Dat wilde ik ook net doen, maar u mag dat nog beter dingen doen. Ja. He, ik zeg de participatiemaatschappij, waarbij we dus eigenlijk een brede samenleving hebben. He. Wat wij hier altijd noemen, meneer Breukelman, toch het naborschap en dergelijke. Ja, naborschap, toch? Ja. Ja. Ja, ik kom hier niet uit deze buurt, dus misschien dat ik het... ik ben dan geëxcuseerd, hoop ik, dat ik, als ik het een beetje verkeerd uitspreek, maar... Maar daar was wel toestanden landelijk ook met het jeugdwerk, dat toch niet overal even lekker liep. Hoe is dat in Hardenberg?
Maar ook jeugdwerkers doet het nog? Nou, kijk, we hebben dus de uitvoer van de jeugdzorg hebben we dus overgekregen. Hè? En daar blijkt toch flink wat verschil te zijn of je nou toevallig in Amsterdam woont of in Almere. Ligt dat in Hardenberg? Dat is natuurlijk ook een beetje inherent aan het feit dat je de zorgtaak aan de gemeente overdraagt. Ja. Alle vrijheid die daarin zit. De ene gemeente koopt er liever lantaarnpalen voor en de andere die besteedt het aan de zorg. Ja, het is, Om het even kort door de bocht uit te leggen dan. Je hebt in de ene gemeente meer recht, voor zover je in de transitie nog moet spreken over recht hebben op. Hè, dat is ook een discussie op zich. Je was uitkeringsgerechtigde, hè, dus dan had je recht op. Ja. Hè. Maar goed, het is natuurlijk wel. Is dat veranderd inmiddels? Het is natuurlijk wel het omdenken ook met de samendoenteams te kijken van wat nodig is. Hè. Ja. De basis niet meer per se overal recht op, is kijken wat nou een situatie nodig is. En daarbij is het jeugdzorgverhaal denk ik wel van belang. Kijk, op die andere terreinen, tuurlijk, daar zijn we al heel ver inhoudelijk. Moet je ook vinger aan de pols houden en er zit vooral nog een financieel risico in. Bij de jeugdzorg, dat is natuurlijk ook iets later gekomen, daar zie ik inhoudelijk nog wel wat meer problemen op. En wat zijn die problemen? Nou ja, als je kijkt, één traject, we hebben het over een hele kleine, veel kleinere doelgroep. Mm-hmm. Alleen een traject in jeugdzorg, wat soms een jaar, twee jaar kan duren, kost enorm veel geld. Dus je moet heel goed nadenken van, wat wordt ons beleid hierin? Maar hoe signaleer je dat? Stel nou dat een jeugdige zorg nodig heeft, hè? Hoe doet hij dat? Gaat hij naar het loket bij jullie toe of is er een hulpverlener die hem opvangt? Natuurlijk, ik neem aan dat via allerlei kanalen kan natuurlijk. Kan je via de participatiemaatschappij waar we het net over hadden, kan je daar signalen mee doorgeven? Ik denk dat het wel handig is om te beseffen dat binnen het hele sociaal domein natuurlijk een splitsing is tussen wat de verantwoordelijkheid van de gemeente is als het gaat over het maatschappelijk domein en de zorgverzekeringswet. Mm-hmm. En die lopen naast elkaar en soms ver uit elkaar, maar en als het goed is. Er zit daar een overlap in. Ja. Dus een gedeelte gaat dus vanuit je zorgverzekering waar je een goed premie over betaalt. En een aantal zaken vallen binnen het maatschappelijk loket. Waar je vroeger voor huurtoeslag, ondersteuning bij opvoeding. Dus de echte maatschappelijke ondersteuning. En dan kan je ook nog uitkeringen krijgen. De ene keer krijg je het van het UWV en de andere keer van de gemeente. Ja, daar zitten allerlei. Je rollator, je aanpassing van je huis. Je hoeft niet naar mij te wijzen. Nee. In het algemeen bedoel ik dat. Daar zit wel echt wel een verschil in. Okay, op het moment dat een gemeente zoals Centrum voor Jeugd en Gezin heeft gehad, waarbij kinderbescherming om de hoek komt kijken, dat zijn langdurige trajecten. Dat is niet een pilletje, het zijn geen drie gesprekken, een operatie en we zijn klaar. Dat zijn gezinnen die langdurig in de problemen zaten door allerlei problemen die er maatschappelijk zitten en sociaal. Of kinderen die door in aanraking te komen met alcohol, drugs of iets dergelijks in de problemen komen. Ja, want wat is en dat is niet zomaar op te lossen. Nee, precies. Wat voor de jeugd natuurlijk belangrijk is, en dat is ook, daarom zit er ook een groot risico aan. Ja. Mm-hmm. Het is een kleine doelgroep, maar als je zorg verleent aan een doelgroep, is het vaak hele dure zorg. Absoluut. Dus je moet daar financieel buffer hebben en je moet proberen om meer te sturen op preventie. Maar komt het dan inderdaad ook met die buffer erop aan? Hoe je het geld uitgeeft en waar je het geld aan uitgeeft, krijg je als gemeente gewoon een zak geld en mag je daar gewoon mee doen wat je wil? Of is dat geoormerkt geld? Nee, daar zijn wel restricties aan, want zo wordt helemaal. Ja, zoals? Ja, anders zou je natuurlijk allerlei dingen mee kunnen doen. Dat verhaal leeft vaak bij mensen, dat mensen denken van nou, ik woon bijvoorbeeld in Almere of ik woon ergens op ergens anders in een kleine gemeente. En die gemeente die geeft het meer uit aan de infrastructuur. Ja, nee, dat gaat niet zozeer om de jeugdzorg. Denk. Jeugdzorg is natuurlijk wel zo dat als er zorg nodig is, moet je gewoon leveren. Ja. Dus daar is denk ik ook in de politiek geen discussie over. Maar, het is alleen de vraag van hoe welke mate? Ja, hoe ruim hou je die financiële armslag en wat ga je doen aan preventie? En een ander punt dat is wat nog steeds eigenlijk speelt ook, dat is de thuiszorg. Hè. Daar zijn mensen toch wel. Daar lopen toch wel wat zaken, ook in de gemeente Hardenberg bij. He, van mensen die ineens van 6 uur naar 1,5 uur worden geplaatst. Ja. Hoe komen daar signalen van bij u en bij uw partij? Of hoe daarmee om moet gaan? Met het afschaffen van huishoudelijke hulp, dat is natuurlijk heel vervelend. Mm-hmm. Als jij jaar in jaar uit gewend bent om een bepaalde hoeveelheid huishoudelijke hulp te ontvangen en dat is nu niet meer zo, dan snap ik wel dat het vervelend is. Ja, maar het lijkt me ook niet alleen. Je hebt, neem ik aan, in het verleden ooit eens een keer die hulp gehad, ervan uitgaande dat je die hulp ook echt nodig had. Ik bedoel, het was toch niet natte vingerwerk van nou, we geven iemand 6 uur thuishulp en
Volgende maand wordt het anderhalf uur. Voor dat huishoudelijk gedeelte wordt ook gewoon gekeken van wat kan er in je omgeving. Hè? Mm-hmm. Dat was vroeger niet zo. Vroeger was een constatering en daar hoort dat labeltje bij en dat wordt dan geleverd. Dat is nu niet meer zo. Maar je kreeg ook meer dan dat je nodig had, want dat stond in het checklistje van dan ben je zus, dan heb je dat nodig. Dus u zegt het kan wel een tandje minder eigenlijk. Nee, je hebt geen keuze. Ik denk niet dat dat een goede opmerking is, een tandje minder. Ik denk dat het belangrijk is dat als je... Nou, ik probeer maar wat. Dus, Nou ja, als ik het uit kan leggen. Ja, tuurlijk. Als je samen een samenleving weer wilt hebben waarin we het niet meer hebben over het volledige individuele belangen. En toch weer met elkaar wilt gaan naar een samenleving waar je zorg voor elkaar hebt. En je wilt transformeren, en dat vind ik misschien wel het allermooiste van de hele transitie. Mm-hmm. Is dat je opnieuw gaat kijken van wat de toegevoegde waarde is van al die checklistjes en de systemen die we opgezet hebben, waar ontzettend veel geld ook verloren gaat in nutteloze dingen. Mm-hmm. Als je de stapels rollators die ingekocht zijn ziet, dan kan je afvragen of dat efficiënt was. Ik denk ook dat de letterlijke administratieve slag die achter deze transformatie achterloopt op de daadwerkelijke invoering naar de mensen toe. Mm-hmm. En dat elkaar nogal kan bijten. En individuele casuïstiek maakt wel mogelijk dat we in de weg naar die verandering toe sneller moeten handelen om het systeem te verbeteren. Ja, want soms doe je iets macro, hè, in een grote schaal. Ja. En dat hebben we gisteren ook gezien. Hè. Dan valt dat individueel. Als je bijvoorbeeld een bepaalde organisatie subsidie geeft, die moet dan ineens een veel hogere OZB gaan betalen. Hè? Niet om de raad te complimenteren, maar deze raad heeft wel gezegd in de transformatie, niemand tussen wal en schip. En ik denk dat wij allen, elke partij, daar zijn verantwoordelijkheid echt wel in neemt. Als je kijkt naar de schriftelijke vragen die worden gesteld, de wijze waarop we toch diepe discussies binnen de raad ook voeren. Willen we echt letterlijk ook die ene casuïstiek niet laten vallen. Daar doen we ons best voor. Maar even concreet, casuïstiek zegt u en die ene. Stel nou, ik ben, meneer Gelling die zei het al, ik gun je die rollator niet. Maar ik ben inmiddels op, dat ik toch wel flink wat thuiszorg heb. Ik heb geen kinderen thuis. Kan je dan als individueel geval wel bij de gemeente aankloppen en zeggen van ja, ik heb geen mantelzorg, ik heb geen thuiszorg, buren zijn altijd weg. Het vangnetsysteem die erin zit in de cliëntenraden, WMO-adviesraad, samen doen teams, de huisartsen die voorzien daar goed in. En de geluiden die wij krijgen waarin er met name vragen zijn, niet over in de juridische sfeer, ik heb recht, ik krijg niet, ik ga in bezwaar, die horen wij eigenlijk weinig. Maar het wordt goed met ons gecommuniceerd of er misstanden zijn. En zo zijn er heel veel vragen gesteld over risico's die er zijn met eigen bijdragers. Daar wordt hard aan gewerkt. Daar zitten we op de achtergrond vinger aan de pols. We kijken goed naar de uitwerking van de jeugd, zodat niemand tussen wal en schip valt. Maar hier kan je denk ik nog 30 jaar over praten en al zal meneer Van Rijn... Maar dat gaan we vanavond niet doen. Uit. Het is een heel complex systeem. Het is ook een verschil of zijn er zaken echt mis, zijn er wantoestanden of beter niet meer eens. Daar zit natuurlijk meestal een beetje lichter. Goed, ik hoorde een paar keer van u een uitspraak en dat ging met name over financiën. Dat u toch liever had, vorige keer toen was wethouder Jansen, die was ziek. En toen zei u tegen wethouder Prinsen van nou... Ik wacht liever dat je collega terug is. Misschien kunt u dat nog eens voor het podium uitleggen. Ja, daar lag wel gevoelig. Ja. En dat, ook, dat vind ik raar. Even voor het verhaal, waar ging het om? Er was een voorstel voor de Marslanden, Marslanden 2, een ontwikkeling. Ja. En daar zit naast het bouwvolume, naast de bouwplannen, naast de bouwprojecties, hoop dingen, zit dat ook een financiële kant aan. En wat natuurlijk grappig is niet het goede woord, wat interessant is bij een gemeente, met name zo gauw het op het snijvlak komt, vind ik, met toch commerciële activiteiten, met het deelnemen aan het economisch rechtsverkeer, is waar kader je risico's af? En wat ik bedoelde met mijn vraag, en dat vond ik eigenlijk ik vond hem zelf eigenlijk heel sympathiek, is dat je... Ik wil hem uitleggen, want dat intrigeert mij. Hè? Want laat ik het anders voorstellen. Als ik een bouwvergadering heb, waarbij je een pand bouwt of iets dergelijks, dan zit er een architect, dan zit er een installateur, dan zit er van alles. Mm-hmm. Dan is het volstrekt logisch dat ik de installateur vraag naar het installatiewerk en dat je de architect vraagt naar de bouwkundige constructie. Mm-hmm. Daar zal niemand teleurgesteld raken als ik zeg, goh, schilder, wat gaan we met het schilderwerk doen?
Wel nu, hier is het zo dat het college collectief een voorstel doet ter zake van een plan, maatschappij 2. Ja. En dan zou ik het nou, en ik vind het eigenlijk te logisch om daar procedurele zaken van te maken. Dan zou ik het zo aardig vinden als wethouder 1, Douwe Prinsen, zou zeggen van nou, ik mag hem heel graag, een enthousiaste man die werkelijk overal kansen ziet, zeggen van nou, dit gaan we doen, hè. We gaan bouwen en we gaan maken en de kranen gaan er weer staan. En dan zou ik het nou zo mooi vinden dat een ander zegt van ja, en ik heb het even financieel bekeken. Hè. Ik heb eens gezien wat houdt het voor onze kaspositie in, hoe zit dat in onze leningportefeuille, want die ligt gevoelig. Hè. We hebben al heel wat plannen gehad die wat minder goed uit zijn gepakt. En dat je dan zegt van, en dan moet je eens luisteren jongens, we hebben van alle kanten gekeken. Hè. We hebben technisch gekeken, we hebben financieel gekeken, we hebben commercieel gekeken en weet je wat. In onze volle overtuiging is dit een goed plan. Hmm. Weet je, daar zie ik niets raars in. En ik vind ook dat dat de taak is die je als raadslid hebt. Dat je zegt van, moet luisteren, ik zie dat plan. Begrijp ik er alles van? Nee, volstrekt niet. Hè, want ja, nee. Het zijn eindeloze producties. En dus wil ik graag even zien dat alle betrokken partijen zeggen dat die eigenlijk heel plat gezegd even een plasje erover doen. Dat geeft mij namelijk een fantastisch gevoel. Dan zeg je van, nou, ik heb het gezien, oké, risico's, maar we hebben hier aan gedacht, we hebben daar aan gedacht, dit hebben we gedaan, daar hebben we gedaan en weet je wat? Ik denk dat dat in mijn verantwoordelijkheid goed zit, want de vervolgvraag is namelijk, en die intrigeert mij als nieuw raadslid, hè, mag ik nog zeggen? Ja, nee, jij mag het niet meer zeggen. In deze wel, want wat ik interessant vind is dat je natuurlijk, en ik bedoel daar niets mee hoor, we gaan die discussie niet aan, maar ik wil toch even... Maar u heeft dat soort uitladingen toch wel meer, hè? Ja, ik laat het niet na. Wat ik interessant vind, maar niet meer dan dat hoor, dus niet persoonlijk, maar het intrigeert mij dat je heel erg veel dingen kan doen in een overheidsorgaan. Het gaat over 100 miljoen, het gaat over meer. Dat daar de tijd ingehaald wordt, dat er een crisis overheen, dat is allemaal waar. Dat klopt. Maar uiteindelijk ben je het wel kwijt. Uiteindelijk is daar gewoon een situatie... Hebt u het dan over het masterplan in Delenvaart of zo? Ik heb het over... Nee, ik zal een hele concrete voorbeeld geven. Ja. We gaan niet over... Het gaat maar even over om de idee. Ja. Er ligt 100 hectare grond die in het Grex staat... waarvan wordt gezegd van, daar gaan we niks mee doen. Oké. Okay. Maar 100 hectare, dat is... Dat, die moet u afboeken, hè? Maar daar zouden ze zelfs in Amsterdam nerveus van worden, hoor. Mm-hmm. 100 hectare is een stukje grond, daar kun je overheen lopen. Daar kun je aan mee met 100 hectare. Dan kan je een leuk recreatiepark van maken. En dan vind ik het interessant. Nee, maar ik ben serieus. Ja? Dan vind ik het interessant. Dat daar wat flamboyant over wordt gedaan. Dan zou het mij boeien dat iemand zou zeggen van Moesuizen. Dat leek toen fantastisch. Maar... Daar heb ik. En we waren het allemaal bij. En het was toen ook in 2004, maakt er wat van. Maar uiteindelijk hebben we daar een probleem mee. En weet je, en dat vind ik. Ik vind het namelijk charmant. Ik vind het ook. Noodzakelijk dat je zegt van, en Moesuizen, daar hebben we wel een probleem. Wij hebben daar een probleem mee. Daar hoeft geen oordeel op te leveren. Die zijn van, daar ben jij een hele slechte dit of je bent. Maar het benoemen van het probleem is namelijk de eerste stap. Wat is dan uw voorstel? Kijk, stel dat je maakt een plan. Nee, en de wereld staat niet stil, zegt u. Nee, maar dat is precies wat er om gaat. En daar word ik toch wel wat door getriggerd. Wat ik zou willen zien, en het is alleen maar het informeren van je mensen, is dat je zegt, Moesuizen, wij willen daar gaan bouwen. En daar is niemand die daar over twijfelt dat het moet gebeuren. Nee, maar meneer, ze gaan niet bouwen. Wij gaan niet bouwen. Ja, zeker. Nee, bouwen niet, maar wij geven grond uit. Okay. Stukje van die 100 hectare. Nou, dat is andere grond. Maar waar het om gaat, is dat je zegt van, wij hebben die plannen gemaakt. En er is niemand die twijfelt over het uitvoeren van de maslanden. Niemand. Okay. Maar we hebben die plannen gemaakt. Dan zit daar, daar hebben wij een financiële constructie voor gemaakt. Maar die houdt wel in, en die intrigeert mij, maar ik ben financieel geïnteresseerd, dat we uit de cashflow gaan betalen datgene wat nodig is. Maar daarvoor is wel noodzakelijk, en nu wordt die voor mij interessant, dat je dus cashflow hebt. Wel nu. En wilt u dat ook even voor de kijkers uitleggen? Wat bedoelt u dan? Wat ik doe, ik maak een plan en in het plan zeg ik, daar heb ik eigenlijk heel weinig geld voor nodig, want dat plan betaalt zichzelf als het ware. Wat ik namelijk doe, ik heb, laat ik het dus als voorbeeld nemen, ik heb 100 kavels. Ja.
daarvan moet ik X investeren. Dat hoeft niet in één keer. Nou, dan komt wel de vraag, is dat bij vastgoed zo? Hè? Want meestal moet je infrastructuur aanleggen. Maar goed, we houden hem even plat. Daar moet ik X voor investeren, maar daar heb ik geen grote geldlening voor nodig. Want wat gebeurt er namelijk? Ik verkoop die kavels en daarmee betaal ik uiteindelijk mijn hele investering. Dat klopt, zolang je al die kavels verkoopt. En nu is mijn vraag, maar daar hebben we het allemaal over gehad in die technische ronde. Wat zou nou de consequentie zijn als onverhoopt die kavels niet verkocht gaan? Maar goed, die cijfers liggen natuurlijk op tafel, want we hebben uitlaatrekenen. Wat gebeurt nou als de helft niet doorgaat? Maar dat was ook de vraag niet. Ik sterker nog, neem wat antwoord. Volgens mij heb ik zelfs gezegd in mijn bijdrage, dank voor de risicoanalyses, 75%. Maar dan toch had ik het prettig gevonden dat niet degene die de kavels uitgeeft, maar juist degene die voor de financiën verantwoordelijk is, zou zeggen, en dat klopt. Want ik heb namelijk ook de zekerheidsposities bezien. Ik heb ook de mogelijkheid bekeken naar wie daar precies iets doet. En weet je wat? Maar weet je, Martijn, meer dan dat is het niet. Het is geen kritiek op de. Maar wat mij dan zo frappeert, als ik even mag, dat je dan als neutrale kijker. He, er komt eerst, er wordt een voorstel wordt er gedropt. Daar is dan een besloten oriënterende ronde, he, waarin dus geen zeg maar externe bij aanwezig mochten zijn. En dan komt er een discussie en dan komt er een unaniem akkoord zonder stemverklaring. Maar ben je nou ding aan het vertellen over de besloten discussie? Over het eind van het verhaal. Dat is niet helemaal zo. Hou. Kijk, uiteindelijk hebben we natuurlijk gekozen om te zeggen dat de stilstand in ieder geval niks gaat brengen. En als je even alle toeters en bellen van dit voorstel weghaalt, hebben we het over dat we de mogelijkheid hebben gevonden om een stukje risico af te kunnen dekken. Mm-hmm. Om een projectontwikkelaar, en dat is heel slim en innovatief onderhandeld, denk ik, bereid te vinden om 50% risico met zich mee te dragen in een investering die al gedaan is. Dan moet iets terugverdiend worden. Als we een gedeelte van de kavels inderdaad kunnen uitgeven, en dat is feitelijk wat we doen, hoeven we niet aan te kopen, die hebben we in bezit. Mm-hmm. Als we daar een stukje van kunnen verkopen, betekent dat we al de gemaakte kosten kunnen gaan dekken. Als we meer uitgeven dan een x-aantal, zouden we de toekomstige kosten er ook uit kunnen halen en een stuk risico afdekken en zouden we wellicht in de zwarte cijfers voor dit stuk kunnen komen. Goed. Dat is natuurlijk liberaal heel slim. Dit wordt heel technisch, hè? Over de inhoud en technisch. Ja. Wat leuk is aan die discussie, en dat ging vooral om de vraag van dat de heer Gelling aan de portefeuille financiën die zich niet vervangen door de rest van het college over. Ja. Dat is nog wel belangrijk om daar op te werken. Kan die dat dan? En ja, uiteraard. Het college bespreekt in hun collegevergaderingen de voorstellen en die zijn het daarmee eens. Ja, dus ook de wethouder financiën. En ik vond het wel wat gemeen, zou ik haar zeggen, dat de heer Gelling ons zijn vragen onthield over het financiële positie van het stuk. Zo was het oprecht en volstrekt niet. Ik heb daar niets tactisch mee bedoeld. Nee, maar ik heb je ook wel eens een keer bij de financiële begroting horen zeggen van ik ben het er eigenlijk niet mee eens, maar ik stem wel mee. Want het heeft toch geen zin. Dat was op een goede manier. Volsvertrouwen en verbetering. Dat is anders uitgelegd. Maar misschien ik wat kort door de bocht. Ik dacht dat het helder was, maar ik zal mijn. Ik moet mijn gevoelige toon. Voor onze fractie was het volstrekt helder. Ja, maar ik geloof dat ik soms wel. Het was een helder groot water. Ik had de indruk dat D66 het wel in toch een hele andere hoek in heeft geïnterpreteerd en dacht, dan mogen wij ook. Misschien waren de positieve woorden van de heer Gelling zo opgevallen dat iedereen zich daar aan vast. Dames en heren, we lopen al aardig op in de tijd, maar we hebben nog ontzettend veel onderwerpen. Maar een van die onderwerpen, die wil ik nog even aansnijden, dat was van mevrouw Van der Hoek. Een paar vergaderingen terug vroeg u hoe het stond met het AZC. En dan zag ik vandaag dat er een omgevingsvergunning nog nodig is. En kunt u dat mij uitleggen? Er is een vergunning gegeven voor het nieuw in te richten AZC. En nu moet er nog een omgevingsvergunning komen. En als goedgelovige burger, wou ik bijna zeggen, ben ik een beetje de draad kwijt. Maar ik neem aan dat u als echt ingewijde dat wel kunt uitleggen. Nou nee, ik moet eerlijk zeggen, toen ik het bericht zag komen met de stand van zaken, terwijl ik vorige vergadering en de vergadering daarvoor dus 4 weken lang nu vraag wat de stand van zaken is. En ik die berichtgeving las. Maar ik me toch aardig het bos ingestuurd voelde. Wat is nou uw gevoel daarbij? Ik heb natuurlijk een aantal keer ook informeel en je houdt je goed op de hoogte. Ik heb ook aangegeven dat ik me daar verantwoordelijk voor voel om te weten wat daar gebeurt.
Als daar in zo'n brief staat dat we al weken of maanden bezig zijn om de juiste aanvraag te krijgen. En ik stel toch die vraag van, goh, hoe staat het ermee? En dat vinden we nergens terug. Was het dan zo'n geheim dat die aanvraag incompleet was? Lag dat gevoelig of hadden we het ook gewoon zo kunnen zeggen? Maar u zit heftig van nee te schudden, meneer Bergman. Nee, maar ik heb erover nagedacht en toen dacht ik... Dat is prettig. Ach, die informatie komt nu op tijd en we hebben nu de tijd. We hebben wellicht hierdoor zelfs mogelijkheden om... Maar dat had niet ingegeven, was niet ingegeven door voortschrijdend inzicht, wat je overal momenteel ziet, ook landelijk? Nee, maar ik denk wel dat René de Vent, onze wethouder, in ieder geval in de beantwoording van de vragen wel duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat ze op de achtergrond wel bezig waren met deze vergunningverlening. En nou, ik dacht een beetje, hoeft denk ik niet dit meer te maken dan het strikt genomen is. En, dus het blijft in Hardenberg nog steeds dat AZC voor 750... Ja, dat gaat echt niet van taal. Maar laten we ook vooral blij zijn dat die wet en regelgeving in het land bestaat. Precies. Kijk, ja, maar je hoort het COA nu momenteel zeggen, nee, ja, kijk, we moeten eigenlijk veel kleiner... Ja, maar burgers hebben wel rechten en die zelfweken zijn belangrijk. Als je definitief iets wil doen, dan kijk, kom je in het proces van bestemmingsplannen en dat soort dingen. Doe je tijdelijk iets, 5 tot 10 jaar, kom je met de omgevingsvergunning. Mm-hmm. Nou ja, kijk, het COA kwam natuurlijk vorig jaar met stroom en kokend water met die aanvraag bij ons. Daar is ook naar gehandeld. Als dan blijkt dat niet al die stukken komen van die omgevingsvergunning, waarvan ik overigens vind, en dat ben ik wel blij met het bericht van gisteren of eergisteren, dat die, je kunt die versneld toepassen, om het plat te zeggen, zonder de reactie af te wachten. En je kunt ook gewoon de normale procedure lopen, wat we nu gaan doen. Nou, vind ik wel prettig dat we gewoon die procedure gaan lopen en ook de omwonenden de kans krijgen op bezwaar, beroep en dat soort zaken. Goed, meneer Gelling, nog een duit in het zakje? Nou, ja, zeker, want ik hoor jou iets anders zeggen eigenlijk. Ja. Hè? Wat je eigenlijk zegt is van, en dat doet mij natuurlijk deugd, want je kunt de discussie nog herinneren, van... Had toen wat ideeën die nou steeds weer naar boven borrelen. Kleinschalig, binnen in de gemeenschap. Wat ik vind is dat wij toen natuurlijk onze tijd ver vooruit waren. Nee, maar serieus, kijk, wat wij gezegd hebben... Het is toch wel een helder punt. Hè? Wij hebben toen gezegd van Mezuister, wij zijn niet tegen opvang, maar ik vind, en dat vind ik nog steeds, en dat bedoel ik nu, dat je ziet nu dat die maatschappelijke discussie die kant op gaat. Ja. Ik vind dat je de vraag moet neerleggen, maar dat vind ik bij veel meer dingen. Je moet zeggen, Mezuister, dit is de vraag die we krijgen van COA, en wat was er nou ingewikkelder geweest? En daar hebben we ook een paar keer aangegeven, dan die vraag gewoon neer te leggen. En dan komt er een uniek standpunt. Hè? Dan hebben wij hebben geen varkens in de wei gehad. Wij hebben een bordje gehad in een wei op een laken AZC. Nee. Het was geen Enschede, het was geen Gelderlandse, geen Steenbergen. Er is niemand die is... Ja, we hebben eens een keer... Maar er is niets gebeurd hier. Sterker nog, en ik heb het ook aangegeven in mijn bijdrage toen. Er is een buurt waar 235 mensen wonen en die zeggen, maar weet je wat... Wij zijn volstrekt bereid om 500 mensen op te vangen. Daar is 2 keer zoveel als in de buurt wonen. Daarvan zou ik denken, dat hebben we toen ook gezegd, als je een half jaar lang met die mensen in een proces gaat, waarin je zegt van nou, zonder enige beperking, zeg ons maar wat je vindt. En ze komen terug en zeggen 500 mensen, dan zou ik denken dat je als lokaal bestuur moet zeggen, pet je af. Fantastisch dat je daarmee komt. Dan vind ik het raar, en dat was ook de reden dat wij hebben gezegd van wij gaan hier niet mee akkoord, dat je zegt, en we kunnen het over nuances hebben hoor, maar dat je feitelijk zegt van Mezuister, we gaan asielzoekers opnemen, we gaan vluchtelingen opnemen. Dat klinkt moedig ook, vind ik. Hè? Dat was van buiten kijf bij iedereen, dat stond zelfs een hele gemeente niet ter discussie. Maar hoe gaan we dat doen? Dan komt die buurt, die voelde zich wat verrast, die voelde zich niet prettig daarin, begrijpelijk, niemand voelt zich er prettig in. Durf ik hier zonder meer te zeggen, maar die komen toch en desalniettemin met van joh, wij zijn comfortabel met 500 mensen. Dan vind ik dat je dan moet zeggen, als je die procedure zo voert, en dat vindt het COA nu ook, en nu vindt in heel Nederland, dat iedereen zegt van, als die buurt dat zo wil, gaan we het zo doen. Dan had je nog steeds kunnen vragen, en daar hebben we het ook over gehad, had je ook kunnen zeggen, nou, is er nog meer ruimte, hè? Zijn er nog meer mensen die, en dan geloof ik vast en zeker, dat ook dat gelukt was. Wat er nu gebeurt, en daarom dus mijn ernstige bezwaren toentertijd, is als je vraagt, hoe wil je het hebben? Zo wil ik het hebben, maar zo doe ik het niet. Dan heb je namelijk geen enkele sympathie meer ter zake van de vraag over een vervolgtraject. En dat vind ik een gemiste kans. Ik vind dat wij trots moeten zijn, nog steeds kunnen zijn, op het proces zoals het gevoerd is. Ik vind dat daar heel veel goed in is gegaan. Het enige wat daar absoluut in mijn beleving, en daarmee ben ik ook tegengestemd, niet goed is gegaan,
is dat je niet kan vragen aan mensen, waar wil je naartoe op vakantie? Naar Italië. En je gaat er een half jaar over praten en we gaan toch naar Rusland. Het is helemaal duidelijk. Dan zeg ik de volgende keer, weet je wat, vraag het nou maar niet. Maar het is uw standpunt. Maar waar we doen. Nee, dat is mijn standpunt. Ja. Nou, nu, maar ik moet zeggen dat ik daar echt in heel veel dingen mee kan. Wij hebben heel veel moeite gehad met die discussie. Kees Slingeland, mijn voorganger, heeft de eerste debatten gevoerd. Het was ook heel lastig. We hebben toen als oppositie die collectief aangegeven dat we het proces niet prettig vonden. Na de zomervakantie, waarin toch emoties geluwd zijn, maar wel andere excessieve beeldvorming komt vanuit hoe hoog de nood is, hebben wij uiteindelijk gekozen, niet voor het aantal, maar gewoon we gaan het gewoon doen, ongeacht wat er in het voorstel staat. Dat kleinschalig per definitie beter is, daar waren we als GroenLinks landelijk, maar ook lokaal, zijn we daar absoluut over eens. Maar deze vraag kwam op deze manier binnen. En de gemeente Hardenberg heeft natuurlijk wel ervaring met AZC's. En we verwachten dat het wel goed komt, is makkelijk. Maar dat we die verantwoordelijkheid aankunnen, juist omdat wij in een omgeving wonen die zo keurig, menslievend. Moet je geen misbruik van maken? Moet je, nee, en als u dat zo zegt, het sentiment snap ik absoluut. Dus dat is wat ik ook zei, als zo'n berichtgever, eerst dacht ik van hallo, ik vraag er al een paar keer over, vervolgens komt dit. Ja, vervolgens las ik de zin dat we wel die 6 weken in acht nemen. Toen dacht ik, dan zijn wij nog steeds wel zuiver bezig. Oh, helemaal met je eens. Dan is het niet aan mij om dan Ik denk dat het heel fijn is. Nee, begrijp me goed, ik vind ook dat er dus heel veel goed gegaan is. En sterker nog, ik had het ook prima gevonden als het college, de burgemeester voorop, had gezegd, beste buurt, de komende 750, dat zul je niet leuk vinden, maar die komen er. En nu gaan we praten over de invulling. Kwam in 5 toch een beetje op hetzelfde manier? Nee, het is wel anders. Zo dat we begonnen voor de zomer, of nog in het voorjaar was het denk ik met... Het was in februari al zo'n beetje. Ja. De eerste aanval ging natuurlijk om 1000. Dat hakte dan even in, dat snap ik ook wel. Dan kreeg je die discussie. Gisteren was de klankbordgroep bereid om te gaan tot 600. 500 in hun rapport wouden daar nog wel 100 aan wij doen. Maar goed, in die discussie destijds heeft het college en de co. aangegeven dat 700 toch een beetje de ondergrens was. En het gaat dan toch een beetje over getallen. Ik vond GroenLinks wel wat naïef in om te zeggen van we beginnen gewoon en de aantallen, daar werd niet zoveel van gezegd. VVD zit daar wat strakker in. Misschien is deze uitkomst zo slecht nog niet. Zeker niet als je kijkt in de tijdgeest van de discussie. En u zegt eigenlijk dat je eens de algemeenheid niet alleen maar naar de coalitie moet denken, maar ook naar het geluid van anderen moet denken om tot een goede consensus te komen. Misschien is dat wat nu besloten is wel. Ik denk wel dat wat nu besloten is recht doet aan de verschillende meningen die destijds leefden. Ondanks dat die discussie nu toch ook een beetje kantelt. Ik vind het heel goed uitgelegd door u allemaal. En ik wil eigenlijk ook een beetje deze uitzending gaan beëindigen. Maar niet door u nog één keer het laatste woord te gunnen. En laten we met de dame in ons beginnen. Heeft u nog iets aan de gemeenschap mede te delen? Waarvan u zegt... De gemeenschap nog wel. We gaan nog iets doen aan de winkelsluiting. We gaan nog de kabels die komen in het buitengebied. Of noemt u het maar op. Wat heeft u... We gaan iets doen aan milieu of... De olievervoer in onze gemeente. Als ik een nieuwe schrijver voor mijn verkiezingsprogramma nodig heb, zal ik u bellen. Nou goed. Ik denk dat het werk wat wij nu met elkaar doen verandert. Ja. Je begon met dat we steeds belangrijker worden als raad. Ik denk niet dat we belangrijker worden. Ik denk dat juist dat we anders zouden kunnen nadenken over wat onze toegevoegde waarde is, ook onderling. Ik denk dat deze raad boven partijpolitiek in staat is om te kijken naar de effectiviteit van wat we met elkaar doen. En dat ik daar een onderdeel van kan zijn in die verandering en de transformatie. Daar ben Dank ik heel u wel. Blij om. Meneer Brokerman, u zit in het midden. Hè? Ja, laat ik dan over het algemeen zeggen dat ik wel blij ben dat ook op de financiële posities van de gemeente sinds 2012, ze hebben we toch wel een redelijk gat, dat wel weer... wat beter gaat. Dat blijkt ook wel uit de begroting, de meerjarenbegroting die we onlangs hebben vastgesteld. Waarin bijvoorbeeld het kunstgrasvoer, Balkbrug, Brugsveld, Kloosterhaven opgenomen is. Sport aan Hardenberg. Dus je kan op voorzieningenniveau denk ik dat we Hardenberg gewoon goed bezig gaan. Maar er blijven ook nog genoeg uitdagingen. U noemde al even het glasvezel in het buitengebied.
vrijkomende agrarische bebouwing. Leegstand van winkels, OZB-verhoging. Hoewel dat eigenlijk moeilijk te herleiden is, maar ik denk dat meneer Gelling dat wel precies weet te vertellen hoe dat gaat worden. Hier, dat op voorzieningniveau zijn best positieve ontwikkelingen, maar blijft nog een hoop te doen. Goed. En nu als laatste. Ja, nou ja, ik sluit me daarbij aan. Ik ben alleen wat meer van de grote lijn. En ik vind... ik heb een paar keer de vraag gesteld en die vind ik interessant. Als je de ogen dicht doet en je vraagt je af, wat doen we over 10 jaar? Hè? Waar staan we over 20 jaar? Nou, dan zul ik wel eens mensen denken, ach ja, we hebben het over. Hè? Dat is heel ver weg. Maar die vind ik wel interessant. Hè? Want waar werken je kinderen straks nog? Hè? Wat gaan die doen? En dan hoor ik de pijlers, agrarisch, toerisme en maak. Denk ik, nou, daar zitten wel wat zorgwekkende ontwikkelingen in. En wat ik heel prettig vind, en dat vind ik wel een kanteling in de mentaliteit, is dat we ons niet meer zo focussen op problemen. Dus niet meer op tekortkomingen of op wat niet goed gaat. Maar dat we, en dat vind ik een ontwikkeling die ik toejuich waar we mee begonnen. Misschien is dan de cirkel rond als we daarmee afsluiten. Dat we heel sterk beseffen dat Hardenberg een hele prettige gemeente is om te wonen. Waar je goed kan werken, waar je goed kan recreëren. Maar willen we dat zo houden en willen we voor de toekomst ons daarin onderscheiden, dan zullen we dingen moeten doen die anders zijn dan dat we deden. Nou, en ik ben blij met, en daar doe ik niemand tekort mee, maar dat er in de raad jonge mensen opstaan om leiding te nemen. En daar doe ik niets af voor aan de vorige generatie die daar zat. Maar de visie, de invulling en de energie is daarbij aan het veranderen. En dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Dus ik heb er het volste vertrouwen in dat wij voor de komende 10 jaar gaan komen tot een Hardenberg waar het gewoon heel goed toe is. En waar je goed kan werken goed. En toch nog goed kan recreëren. Heel hartelijk bedankt allemaal. Dit was Wij zijn onpartijdig en politiek correct. Ik ben Ed Hoekstra, uw presentator. En ik hoop dat u de volgende keer weer gaat kijken. Nogmaals bedankt en graag tot de volgende keer. Dankjewel. Mooi. Ja, dan zit je gewoon een applausband op, toch? Nou, leuk. Nou, meer een pretzel of...